Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe nieuwsbrief. Allereerst wil ik het met jullie hebben over de ALV die begin april gehouden is. Want een van de vragen die iedereen aan mij en andere bestuursleden stelt is: hoe staat het ervoor met padel en de nieuwe banen? We zijn nog in een procedure met de gemeente en de buurtbewoners om te kijken of we padelbanen kunnen gaan aanleggen. Dus dat is er eentje waarvan we nog niet weten hoe en wanneer we daarmee verder kunnen. Wat de ALV ons heeft toegestaan, is dat we wel door mogen in elk geval om 8 tennisbanen te gaan vervangen, mocht het met padel langer duren dan verwacht. En een andere toezegging die we vanuit het bestuur hebben gedaan, is dat als we op een punt komen waar we een beslissing moeten nemen over padel, in welke vorm we het wel of niet kunnen doen en met welke maatregelen daaromheen, dan roepen we een extra ALV bij elkaar of komt het in de volgende ALV aan bod, zodat alle leden mee kunnen besluiten in de beslissing die genomen moet gaan worden. Een van de andere dingen op de ALV was het cashloos en hoe we daarmee staan en of dat we al iets voor de jeugd hebben bedacht. Daar zijn we nu met de barcommissie en het dagelijks bestuur mee bezig geweest en het voorstel wat naar de jeugdcommissie gedaan gaat worden is om op de KNLTB-pas geld te kunnen pinnen, zodat ook kinderen die zelf geen bankpas hebben dan met hun KNLTB-pas kunnen betalen. Nou, er zitten nog wat haken en ogen aan qua voorwaarden. Daarvoor komen dan specifiek bij jeugdleden en hun ouders op de e-mail terug. En het laatste is nog dat er een vraag werd gesteld over de parkcommissie. De parkcommissie die verzet onwijs veel en goed werk. En het park ziet er ook altijd tip-top uit binnen de mogelijkheden die zij hebben. Alleen de parkcommissie, de leden beginnen ondertussen wat ouder te worden. Dus er wordt ook gezocht naar verjonging en naar manieren om ervoor te zorgen dat we een goede parkcommissie houden. Dus voel jij je aangesproken en denk jij dat je een rol zou kunnen spelen? Laat het ons dan ook zeker weten. Dan hebben we nog een aantal leuke evenementen die op de planning staan. Allereerst is er het Lente Plus toernooi voor leden boven de 60. Dat wordt georganiseerd door een drietal enthousiaste leden. De laatste informatie die ik heb is dat er al meer dan 40 inschrijvingen waren, maar we voegen toch nog eventjes de informatie toe. Dus mocht je interesse hebben en je nog willen aanmelden, kun je het altijd proberen. De jeugdclubkampioenschappen gaan beginnen op 13 juni, die lopen tot 19 juni. En ook de seniorenclubkampioenschappen gaan weer beginnen van 18 juni tot 3 juli. Het is een onwijs leuk toernooi. Voor leden, je speelt altijd in een aantal poeltjes, dus je speelt meerdere wedstrijden, super gezellig. Dus ook al ben je net lid of denk je dat je nog niet zo goed kunt tennissen, gewoon inschrijven, is echt super leuk. Dan nog een paar laatste puntjes. We kunnen nog wel wat jongelui gebruiken die boven de 18 zijn en die achter de bar zouden willen staan voor de barafkoop. Dus ken jij kinderen, neven, nichten die dat leuk zouden vinden om te doen, laat het mij weten. Dan nemen we er graag contact mee op om ervoor te zorgen dat de afkooplijst weer wat langer wordt. En dan wil ik graag afsluiten met het feit dat we eindelijk weer leuke competitie kunnen spelen. Dus het ziet er in de weekenden onwijs gezellig uit op het park. Iedereen heeft er zin in, dus hopelijk kunnen we daarmee voort blijven gaan. En de laatste is, Bleiswijk Open Jeugd is in maart geweest. Het was de week met het meest fantastische weer wat je maar voor kunt stellen. Maar we hadden ook meer dan 110 aanmeldingen. Dus het team van Marenne heeft een onwijs gaaf toernooi neergezet. En we zijn benieuwd naar de versie van volgend jaar. Dank jullie wel.